Welkom iedereen in een nieuwe video. Welkom in dit nieuwe jaar waarvan ik 100% weet dat 2023 een fantastisch jaar wordt. Ik wil opnieuw een boodschap delen met jullie, zodanig dat jullie met goede moed en heel veel energie, heel veel liefde kunnen beginnen aan dit fantastische jaar. Meestromen met het leven. Zorgt er eigenlijk voor dat we een balans creëren. En het enige dat je daar eigenlijk moet voor doen, is voortdurend bewust zijn van conflict. Waar in je leven, op welk vlak, is er één of andere vorm van conflict? Soms gaat het heel miniem zijn, soms gaat het wat groter en het echt niet anders kan dan ja, er naar kijken als het ware. En door dat bewuster van te worden, krijg je de mogelijkheid om jouw keuzes aan te passen. Blijf eventjes mee in die video. Ik ga een heel belangrijk concept uitleggen. En als je dit begrijpt, dan ben je al heel wat verder op jouw ascensie en je bewustwording. Het eerste dat je moet begrijpen is dat jij het licht al bent. Echter, licht kan niet bestaan zonder het donker. Dat is nu eenmaal eigen aan leven hier op aarde. Dan ga ik verder uitleggen in de video en ook komende video's die nog gaan gemaakt worden en gecreëerd worden. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hoe meer dat je het licht wilt volgen als een bron buiten jezelf, hoe meer dat je de donkerte in jezelf probeert te ontwijken, niet bewust van bent, niet erkent. En dit mechanisme creëert er net voor. Dat er nog meer schaduwen ontstaan. En in plaats van dan eigenlijk dichter bij jezelf te komen en bij je bron te komen, verwijder je jezelf er altijd maar verder en verder van. Als er iets is wat zeker is in een leven op aarde, dan is dat verandering een constante is. Waarom? Omdat aarde nu eenmaal de plaats is voor evolutie en transformatie. En dat gaat ook altijd blijven. Dat is altijd zo geweest en dat gaat altijd zo blijven. En dat is de kern en het doel van bewust worden en dus ook van jouw essentie. De dualiteiten die je ervaart, die zijn er voor jouw groei. En de polariteit die er is in jouw leven, die helpt jou om te manifesteren. Dus zie je hoe dat belangrijk is om zowel je licht als je donkerte, je licht als je schaduw te gaan herkennen en te gaan zien als een onderdeel van je bron, van wie dat je bent, van je essentie. Het probleem is, en daar merk ik dat heel veel klanten die met mij samenwerken tegenaan lopen, is dat je vanuit de polariteit onmogelijk alles kan begrijpen. Gezien dat je altijd maar één kant ervaart of ziet. Denk maar aan een heel mooi, een simpel voorbeeld. Waar dat wij nu leven, en de meesten die mij volgen, die wonen in het noordelijk halfrond. Dus nu zijn we in de winterperiode. Maar er zijn mensen die op dit moment in ons nu de zomer ervaren. En wij kunnen niet ervaren wat het is om hun leven te leiden, want dat is niet hun leven. En vermenigvuldig dat dan met de miljoenen mensen die hier op aarde leven, los van alle zielen die niet geïncarneerd zijn. Kun je dan voorstellen hoeveel soorten realiteiten dat er zijn? Hoeveel soorten ervaringen dat er zijn? Om alles over te leven en je ziel, over jouw bestaan te gaan begrijpen, dan moet je eigenlijk via de void gaan. Via de leegte. Want de leegte is de dualiteit van de bron. Net zoals ik al uitgelegd heb in de transmissies, waar je de diamanten energie hebt, is er ook de zwarte energie. De dualiteit, de void, de leegte, een soort van vortex, het omgekeerde, niet de omgekeerde, maar echt de dualiteit, dus de polariteit van de diamanten energie. En dan, wanneer je in die void en die leegte bent, dan is er eigenlijk ook niets meer om uit te leggen. Dus het dichtste dat je kan komen om te begrijpen wat dat leven is, wat dat het geheel is van het universum, hoe groot
en hoe alles in elkaar zit, het mysterie daarvan, is vanuit die eenheid. Vanuit dat eenheidsbewustzijn. En zie hoe dat weer samenkomt met je bewustwording, met je essentie. Want vanuit dat eenheidsbewustzijn, dan ervaar je nog steeds, dan ken je nog steeds en zie je nog steeds de dualiteit in alles. Maar het grootste verschil is dat je geen keuzes meer maakt vanuit de dualiteit. Je bent en je stroomt mee op het leven. Om alles wat met energie te maken heeft, uiteindelijk te vertalen, heb je dus die polariteit en dualiteit nodig. Want je hebt het nodig om informatie door te geven en over te brengen. Het mooiste voorbeeld daarin is, probeer eens uit te leggen aan iemand wat dat warmte is. Om warmte te kunnen uitleggen, moet je ook koude uitleggen. En zie ook weer hoe dat die dualiteit en die polariteit daarin speelt. Hoe kan je aan iemand een hoogte uitleggen als je de laagte niet kent? Hoe kan je iemand uitleggen wat eenheid betekent als ze de afscheiding of scheiding niet ervaren hebben? En een van de redenen waarom ik als channeler vaak zeg, luister, ervaar en probeer het niet te begrijpen, ligt daar eigenlijk in de kern. Je kan al je vorige levens herinneren, maar als je niet openstaat om je mind en het mechanisme voor controle af te breken, dan zal geen enkele herinnering jou die antwoorden brengen waar je naar zoekt. Dus liever ga naar de kern van je hart. Ervaar het leven. Ga naar andere plaatsen. Doe andere dingen. Neem je leven anders aan. Pak het anders aan. Bekijk het anders. Waardoor je mind constant voortdurend uitgedaagd, afgebrokkeld, afgebroken en uitgebreid wordt. We gaan de eeuw van Waterman binnenkort in. Weg uit vissen. En deze periode staat in het teken van vernieuwing en technologie. En ook hier weer hetzelfde. Het antwoord ligt voor harmonie op aarde, niet in die externe systemen en machines die er allemaal gaan komen en dat we nog verder gaan, en nieuwe technologieën dat we nog gaan hier op de aarde neerzetten en vorm gaan geven en gaan realiseren. Nee. Alles is één. Alles is energie. Alles is een kleinere cel, een onderdeel van iets groters. Ook jij bent een cel van iets groters. En leer begrijpen om jouw oude systeem af te breken. Leer hoe dat de mind werkt. Leer hoe dat je gedachten werkt. En heal jezelf met de universele vlam. Want uiteindelijk, waarom zijn die universele vlammen zo krachtig? Omdat we allemaal afkomstig zijn uit die ene grote vortex, uit die ene grote cel, waar in eerste instantie de universele vlammen ontstaan. En van daaruit zijn allemaal andere cellen, allemaal andere levensvormen, waaronder ook de mens ontstaan. Dus we zijn allemaal verbonden met één of meerdere vlammen, stralen. Dus leer om zelf een kanaal te worden, want jij bent die technologie. Jij bent de banken, jij bent de politiek, jij bent het onderwijs, jij bent de gezondheidszorg, jij bent alles wat je... Waar je over gefrustreerd bent. Waar je niet die voldoening over krijgt. Natuurlijk ook de dingen waar je wel voldoening over krijgt. Veel van wat jouw onzekerheid en mysterieus lijkt, dienen te worden ervaren en niet uitgelegd. En daarom is het onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde te ervaren en het uit te leggen. Veel mensen houden zichzelf tegen om diep in die liefde en die energie van onvoorwaardelijke liefde te gaan, omdat ze het niet kunnen verklaren, omdat het niet logisch is, omdat het anders is dan wat ze altijd ervaren. En net daarom moet elke ziel ook zijn eigen weg vinden. Net daarom zijn we ook allemaal multidimensionele wezens. En dat houdt in 2023 en verder nog, maar laat ons beginnen met dit jaar, is jouw belangrijkste taak dat om weer te herinneren. Herinneren zonder jezelf vast te zetten in je mind. Zonder alles volledig te willen begrijpen en te weten over waar dat je ziel vandaan komt. Wat dat je ziel ervaren heeft. Wat dat je al geleerd hebt. Wie dat je vroeger was. Want ook dat zijn maar kleine fragmenten. Kleine celletjes en iets groters. Jouw ervaringen beïnvloeden jouw visie over de wereld. En over wat er allemaal mogelijk is. En de keuze die jij dit jaar mag maken is van, ofwel blijf je de gijzelaar van je ego en gedachten,
Ofwel kan je erop verkiezen om liever de gastheer te worden van je ziel. En het is aan jou om de keuze te maken. Elke dag opnieuw. Want het enige echte realiteit die er is, is in het nu. Niet gisteren, niet morgen, maar nu.